Yo, welkom bij Baby Tuning. Leuk dat jullie weer kijken, ook voor de nieuwe mensen. Welkom. In deze video gaan we een dikke Big Break Kit monteren voor mijn Zip 180 cc project. Het wordt nog een beetje spannend of alles gaat passen, want ja, ik heb het nog niet eerder gedaan. Ik heb wel een beetje rondgevraagd, ik heb research gedaan, ik heb wat mensen benaderd die ook een soort Big Break Kit op hun Zip hebben gemonteerd. En op basis van die research heb ik wat onderdelen besteld, die zijn gelukkig nu allemaal binnengekomen. En ja, die gaan we in deze video monteren. Het gaat niet lukken om dit allemaal in één video te doen. Want ja, ik weet nog niet of alles dus gaat passen. Misschien moet ik nog wel wat dingen bijbestellen. Misschien moet ik nog wel naar iemand toe om dingen af te laten draaien of pas te laten maken. Of misschien heb ik wel verkeerde dingen besteld. Daar gaan we allemaal achterkomen in deze video. Ook heb ik nog wat andere onderdelen bij de beauty salon liggen. Dat is onder andere het spatbord. Wordt weer helemaal fris en netjes gemaakt. Ja, en als die terug is, dan kan pas ook de voorvork weer in de zip frame geschoven worden. Ja, die heb ik helaas nog niet binnen. Die gaan jullie pas in de volgende video zien. Dus we gaan in deze video vooral focussen op de onderdelen die ik nu heb besteld. Monteren op de voorvork. Ik ga jullie ook mooi even de verschillen laten zien in de onderdelen van de oude voorvork en de nieuwe onderdelen voor op de voorvork. Ik heb dus even wat research gedaan naar de producten die te verkrijgen waren voor de Zip SP. En waaronder dus de assteun. Dit is de originele Zip SP assteun die ook op een Vespa LX of een Vespa S zit. En dit is een heel belangrijk onderdeel van de voorvork, want hier zit de as doorheen van de monoarm. Hier zit de originele remklauw op bevestigd en hier zit ook de schokbreker op bevestigd. Die zit hier op deze twee punten. En wat hier ook nog in zit is een klein gaatje, dat kun je hier zien, waar je kilometertellerkabel ingaat en waar een klein tandwieletje binnenin zit die je kilometerteller aandrijft. Dus het heeft meerdere soorten functies. Dus die assteun is heel belangrijk. Alleen ja, de originele assteun van de Zip SP en van de Vespa S of Vespa LX, ja, die is gewoon beperkt met het type remklauwen die je hierop kan bevestigen. Want ja, die gaten zijn al eenmaal zo bepaald. En je kunt, ja, ik kon gewoon niet heel veel kitjes vinden waardoor je deze gaten bijvoorbeeld met een soort verlengbeugeltje kon verlengen, waardoor je een grote remklauw op kon zetten. Dus ik ben gaan kijken naar alternatieven. Je hebt heel veel assteunen van andere merken die je kan monteren, maar die zijn meer voor op circuit bedoeld. Dan heb je ook vaak geen kilometerteller aandrijving meer en dat vind ik zonde, want we hebben natuurlijk in een paar video's geleden een hele dikke digitale teller gebouwd. Die kun je hier rechtsbovenin ook even aanklikken als je die video nog niet hebt gezien. Maar die heeft dus een analoge aansluiting. Dus ik was echt op zoek naar een methode waar we de analoge aansluiting kunnen behouden. Dus na wat research, na wat navraag kwam ik erachter dat we dus de onderdelen van een Vespa GTS gaan gebruiken. Een Vespa GTS en dan met name de eerste bouwjaren, die heeft dezelfde soort voorvork als een Zip SP. Alleen die assteun is anders ontworpen, de wielnaaf is anders en je kunt daar dus een grotere remschijf op monteren. Je kunt daar grotere remklauwen op monteren en daar gaan we dus onderdelen van gebruiken. Dus ik laat jullie nu even de Vespa GTS onderdelen zien en dan kunnen jullie ook even mooi het verschil zien tussen wat het bij een Zip SP eruit ziet en hoe het bij een Vespa GTS eruit ziet. Ja, jongens, we hebben alle producten even mooi naast elkaar gelegd en dan kan ik jullie ook even de verschillen laten zien. Dit is dus de originele assteun van de Zip SP en kijk eens even, dit is die van een Vespa GTS. En wat een verschil ook, hè? Kijk, die gaten van de assteun, die zitten recht onder elkaar, terwijl die van de Zip een beetje schuin onder elkaar zitten. Die van de Vespa GTS is gewoon een stuk groter en een stuk steviger. Maar er zit wel dus een mooi gaatje in voor de kilometerteller aansluiting. Net zoals bij de Zip SP die er zit. En daar was ik echt naar op zoek. Dus dit is even het verschil. Ze hebben verder allemaal dezelfde groottes, dezelfde manier van hoe je ze op de as schuift.
Alleen ja, de aansluiting van de remklauw is gewoon ja, wat solider, wat steviger en wat anders. Waardoor je dus grotere remklauwen kan monteren. En nu het dikste onderdeel van de hele upgrade, jongens, de remklauw. Moet je zien wat een joekel dit is, man. En origineel Brembo, geen imitatie. Je kunt deze namelijk ook op AliExpress bestellen. Dan is hij nagemaakt. Kost hij 3 tientjes. Terwijl deze kost nieuw in de catalogus, ik geloof, 300-400 euro bijna. Maar op remmen wil je gewoon niet besparen. En als je dus de originele rem er is naast zet, moet je eens kijken wat de verschil. Je zit er maar 2 kleine zuigertjes in. En dit is gewoon een dikke 4-zuiger remklauw. En ja, die gaan we passend maken op de Zip SP. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat staan. Nou, dan de remschijven. Ik heb hier een Polini Wave Disc en de originele Zip SP remschijf. Er zit niet heel veel verschil in. De Polini Wave schijf die is iets groter. Die is 20 mm breder, hoger dan de originele schijf. Maar hij ziet er natuurlijk gewoon echt veel agressiever uit. Door die mooie vormen in die Polini Wave Disc en die lijnen die erin zitten. Is natuurlijk veel agressiever dan ja, van die gaatjes en die eentje die gewoon helemaal rond is. Dus er zit wel degelijk een verschil in qua grootte. Maar het scheelt niet mega veel, maar het gaat wel heel erg vet staan, dat weet ik zeker. We hebben nog de wielnaaf, dit is de originele Zip SP wielnaaf. Deze heb ik dus wel een centimeter afgedraaid om de Vespa Sprint velg passend te maken. En dit is de originele Vespa GTS velg. Als je ze naast elkaar zet, ze zijn bijna identiek. De gaten van de velgen komen precies overeen, dus een Vespa Sprint velg past hier net zo precies op als op deze. Het enige verschil zit hem in de achterkant. Want de gaatjes van waar je de remschijf op monteert, die zitten verder uit elkaar. Hij is ook iets groter, waardoor je dus een grotere remschijf kan monteren. Dus als je deze op elkaar zet, dan zie je dat de gaatjes niet overeen komen. Dus deze heeft gewoon een grotere adapter om remschijven op te kunnen monteren. Maar voor de rest is die beide identiek. Dus je kunt hier in principe ook gewoon nog een Zip SP voorvelg op monteren. Alleen met 10 inch velgen, dan ja, zit je gewoon wel beperkt met je remschijf, geloof ik. Ik weet dat niet helemaal zeker. Maar goed, de wielnaaf is eigenlijk precies hetzelfde. Hier moeten we natuurlijk nog wel lagers en naaldlagers in maken. Die zitten hier nog natuurlijk wel in. Die heb ik allemaal nieuw en vers besteld. Wat nog wel even een dingetje wordt met die wielnaaf, en dat is ook de reden dat we niet alles in één video kunnen doen nu, is ik heb de originele Zip SP wielnaaf 1 centimeter af laten draaien. Dat heb ik gedaan omdat de Vespa sprintvelg een andere ET-waarde heeft. En dat wil zeggen dat een ET-waarde is hoeveel een velg naar binnen of naar buiten staat. En een Vespa sprintvelg die staat iets verder naar buiten. Dus ik heb de wielnaaf 1 centimeter laten afdraaien, waardoor het velg wat meer naar binnen kwam, zodat die mooi recht onder het spatbord kwam te staan. En dat durf ik nog niet met die Vespa GTS wielnaaf te doen, want dat heeft meerdere redenen. 1. Ik wil eerst alles gemonteerd hebben om te kijken hoeveel ja, die Vespa sprintvelg met die GTS wielnaaf naar binnen of naar buiten staat. Misschien moeten we minder of meer afdraaien. Maar ook wil ik de remklauw eerst gaan opmeten, want stel we halen er 1 centimeter van af. Dan hebben we misschien wel kans dat die remklauw tegen die velg aankomt te zitten. Dat wil je ook niet. En je kunt er niet weer 1 centimeter bij opdoen. Dus ik wil eerst alles monteren. En ook de spatbord terug hebben van de beauty salon. En dan wil ik goed gaan meten. Gaan kijken van nou, hoeveel staat die velg ja, uit verband. En op basis daarvan gaan we dus zeggen van nou, zoveel gaan we eraf halen. Of misschien doen we wel helemaal niks. Misschien staat die wel redelijk mooi recht onder het spatbord. En zeggen we laten het zo. Maar misschien moeten we ook wel weer de remklauw gaan aanpassen. Want stel dat de remklauw aan de binnenkant van de velg iets gaat aanraken. Ja, dan hebben we kans dat we die remklauw misschien wel moeten gaan aanpassen. Dus dat gaan we allemaal zien tijdens dit traject. Daarom wordt het ook spannend. Daarom kunnen we het ook allemaal niet in één video doen. Dus ja, laten we snel gewoon gaan beginnen. Let's go. We gaan beginnen met de wielnaaf. Hier zit nog geen lager in. Hier komt een lager in te zitten. Die heb ik hier liggen. En aan de achterkant, daar zit een naaldlager. Die heb ik hier ook liggen. Die gaan we erin maken. We gaan beginnen met de wiellager hier bovenin. We gaan het eerst even een beetje warm maken. En dan kunnen we de lager erin drukken. En dan kunnen we hem afsluiten met een borgclipje. En dan zit hij vast. En dan hebben we daar een verse laag in zitten. Dus laten we beginnen. Thank you.
En voilà, hij valt er in één keer in, zonder op te slaan. Perfect. Klik. Een keertje extra ronddraaien, want we weten zeker dat hij goed zit. En we hebben het lagertje erin zitten met een borgclip erin, zodat hij er ook niet meer uit kan vallen. Nou pakken we de nieuwe naaldlager erbij. En die gaan we proberen voorzichtig erin te slaan. Het is altijd goed om even te kijken hoe die bij de oude wielnaaf erin zit. En ja, je slaat hem eigenlijk gewoon dat hij mooi recht loopt met de wielnaaf. Dus we hebben hem nu bijna erin getikt. Nog een paar kleine tikjes. Leg er even een ring op. En de naaldlager zit er ook in. Draai nog mooi soepel rond. En zo'n naaldlager, daar kun je best wel op slaan. Dat doe je bij een lager liever niet. Omdat zo'n lager dus uit, ja, met allemaal kogeltjes zit. Maar zo'n naaldlager, daar kun je gerust, ja, een beetje krachtig op slaan. Want ja, dat kan wat meer hebben dan een gewoon lager. Nou, nu kunnen we de remschijf pakken. Er staat een pijl op. Dat is de draairichting. Dus die moet je eigenlijk altijd even goed op letten dat je die naar de goede kant op wijst. Dan draaien we even de boutjes erin. En het is altijd goed om die boutjes met Loctite in te smeren. Ik doe dat nu nog even niet, omdat ik dus nog niet weet of we die naaf gaan afdraaien. Dus ik ga dit sowieso nog een keertje weer loshalen en insmeren met Loctite. Maar dat doe ik pas op het moment dat ik zeker weet dat alles goed past en ik deze naaf niet meer moet afdraaien. Dus nu alleen even voor de time being draaien we ze gewoon even goed handvast. En dan kunnen we even alles gaan opmeten en kijken of alles mooi staat en of alles past. Zo, en we hebben de naaf voorzien van lagers, naaldlager en een hele dikke Polini WVM schijf. Nou jongens, we hebben hier alles nu netjes naast elkaar liggen. De voorvork, de schokbreker, de wielnaaf met remschijf, de assteun, de remklauw. Een hele doos met allemaal ringetjes, rubbertjes, pakkinkjes en allemaal originele onderdelen. Ik heb ook even een technische tekening uitgeprint van de voorvork, hoe die in elkaar zit. Het linkje van deze tekening zal ik ook even in de beschrijving zetten van de video. En we gaan nu gewoon, ja, ringetje voor ringetje, moertje voor moertje op de voorvork monteren. En op basis van deze tekening weten we, ja, welke volgorde we dat moeten doen. We gaan gewoon beginnen met de schokbreker. Die gaan we monteren tegen de voorvork aan. Dus daar zit, bovenin zit daar een soort plaatje waar je dus twee boutjes doorheen kan doen en twee moertjes. Dat gaan we nu eerst even doen. Nou, zoals je kan zien, de schokbreker die zit tegen de voorvork aan. Nou, volgens de technische tekening moeten we eerst een O-ring monteren. Die heb ik alvast een beetje ingevet. En een metalen ring. Dus de O-ring die gaat over de steun heen. Daarna gaat deze metalen ring eroverheen. Nou, we hebben de O-ring en de plaat erop. Daarna kunnen we de assteun eroverheen glijden. En dan komt er een ring op te zitten. En die ring die heeft een heel klein inhammetje. En dat inhammetje die kan er maar op één manier op. Dus je moet even goed kijken waar dat inhammetje zit. Dus haal anders even de assteunen weer af. Kijk even waar die zit. Nou, hij zit hier links onderin. Dus dan drukken we hem weer erop. En dan weten we dat die inhammetje een beetje links onderin moeten uitlijnen. Totdat hij, ja, erop glijdt. Hij kan er maar op één manier op. We moeten hem even goed, ja, aandrukken. Nou gaat daar weer een soort keerklipje bovenop. Die houdt die ring ook weer op zijn plek. Nou, nu hebben we de assteun geborgd op de voorvork zitten. Die zit nu vast met nieuwe ringen, met nieuwe clipjes, alles erop en eraan.
En nu kunnen we de assteun kunnen we alvast even passend maken of vastmaken aan de schokbreker. Nou jongens, waar ik al een beetje bang voor was, deze gaten die komen wel overeen met deze gaten. Alleen deze vorm hier is anders, waardoor die dus niet mooi hier in dit gat viel, waardoor dus de gaten overeen kwamen. Dus ik heb hier een klein hoekje af moeten slijpen, omdat die anders hier niet inviel. Dus deze schokbreker is eigenlijk niet geschikt voor deze assteun. We hebben hem nu passend gemaakt voor de time being. We gaan deze nu toch nog vervangen. Maar we kunnen hem nu dus wel even afmonteren. Maar goed, zo zie je maar weer dat alles toch net even wat anders is. Je ziet daar gewoon dat hoekje daar. Ja, dat zit een soort ophogingje waar die gewoon tegenaan kwam. Dus hij viel hier niet mooi in. Kijk, nu komen de gaten mooi overheen. Dus nu hebben we hem wel passend gemaakt, maar echt handig was het niet. Nou, de schokbreker die zit vast. Assteun die zit vast. Nou, nu kunnen we de wielnaaf erop gaan zetten. Pakken we een bevestigingsmoer die er bovenop, die draai je vast op het lager. En voilà, we hebben het grootste gedeelte gedaan. Nou, nu kunnen we de remklauw gaan bevestigen, maar zoals je kan zien, die twee punten die komen niet overeen met de remklauw. Daarvoor heeft Celoni, dat is een merk, een mooi beugeltje gemaakt. Dit beugeltje die gaat op de assteun en daarmee kun je daarna de remklauw perfect bevestigen op deze assteun. Twee M8 inbusboutjes, die moeten vrij kort zijn. Dus draai er niet te lange in, want anders komen die waarschijnlijk tegen je remschijf aan. Nou, dat wil je niet. Je kunt er altijd nog een ringetje achter doen, mocht dat nodig zijn. Maar dat is bij deze niet nodig. Zo. Dan kunnen we de remklauw pakken. Daar gaan we wat grotere inbusbouten in. Dit is volgens mij M10. Die komen dan zo. En voilà, we hebben hem erop zitten, jongens. Nou, nu komt nog even een spannend deel, jongens. Gaat de Vespa Sprintvelg voor mij hierop passen? Komt hij tegen de remklauw aan? Past hij überhaupt? Dus laten we hem snel erop gaan zetten. Nou jongens, hij past. Hij blokkeert alleen wel. Het is waar ik al een klein beetje bang voor was. De remklauw die komt heel lichtjes tegen de wielnaaf aan. Op het moment dat hij er langs glijdt. Maar dat is op te lossen. We kunnen daarvan een klein stukje afhalen. En of dat Celoni adaptertje is niet helemaal goed. Maar voor de rest ziet het er allemaal heel goed uit. Het is wel kili-kili allemaal. Vooral hier is het kielen-kielen. Maar er zit nog vrij een redelijke marge onder. Dus hij komt er niet tegenaan. Hij loopt er mooi vrij omheen. Het is alleen de adapter. Kijk, zoals je daar kan zien, de wielnaaf die komt tegen de remklauw aan. Nou jongens, ik heb even snel op internet gekeken. En waarschijnlijk heb ik het verkeerde Celoni adapterplaatje besteld. Daarom loopt hij aan. Daarom komt de remklauw nu tegen de wielnaaf aan. En dat heeft ermee te maken met de ABS. Een Vespa GTS is er vanaf een bepaald bouwjaar, volgens mij vanaf 2014, met ABS uitgevoerd. Ja, en dan zit de remklauw gewoon anders gepositioneerd. En dat Celoni adapterplaatje heeft dus twee uitvoeringen. Eentje voor
met ABS en eentje voor zonder ABS. En ik heb dus degene met ABS besteld, terwijl ik die zonder ABS nodig had. Dus die gaan we even opnieuw bestellen. Het is wat het is. Dat had ik ook al van tevoren een beetje voorspeld. Er zullen dingetjes tijdens dit traject naar boven komen drijven die misschien niet helemaal lekker gaan passen. Maar goed, we willen gewoon iets heel vets gaan maken. Dus we gaan het andere Saloni plaatje bestellen. En dan, hopelijk is dan het probleem opgelost. De wielnaaf afdraaien, dat is ook geen mogelijkheid. Want je zag net al hoe dicht de remklauw tegen de velg aan zit. Daar zit een halve centimeter tussen. Dus we zouden in theorie iets minder dan een halve centimeter kunnen afdraaien. Maar dat vind ik eigenlijk het niet waard. En dan gaan we ook weer risico lopen. Want stel dat we net iets te veel eraf halen, dan loopt de remklauw weer tegen de velg aan. Ik ga nog kijken of we de remklauw misschien kunnen aanpassen. Dat we waar de nippel zit, de ontluchtingsnippel, en waar de banjo-bout tegenaan bevestigd wordt, dat we dat af kunnen slijpen. Dat we met aluminium lassen iets er tegenaan kunnen lassen. Waardoor we de nippel niet aan de zijkant erop zetten, maar dat die aan de bovenkant erop komt zitten. Maar goed, daar gaan we heel veel dingen aanpassen. Ik wil eerst het spatbord terug hebben. Dan kunnen we het spatbord erop zetten en dan kunnen we kijken, ja, of de velg echt heel erg buiten het spatbord staat. Als ik het echt lelijk vind, als het echt niet mooi staat, ja, dan moeten we echt gaan kijken of we de remklauw gaan aanpassen. Of misschien gaan we wel op zoek naar een andere remklauw. Maar goed, het schiet lekker op. We zijn aardig ver gekomen. Het is alleen jammer dat die remklauw dan even aanloopt. Maar goed, ik heb zo'n nieuwe Saloni, of hoe je dat ook uitspreekt, adaptertje besteld. Hopelijk gaat dat het probleem oplossen. En als dat niet het geval is, alles is pas te maken. Dan gaan we vast en zeker goed uitkomen. Ik heb nog veel vette andere ideeën wat ik met de schokbreker wil doen, met de voorvork. Ik wil hem sowieso nog even spuiten, nieuwe schokbreker halen. Wat andere elementen nog doen aan de rem-upgrade. Dus daar hou ik jullie allemaal even op de hoogte. Ik kan het nog niet beloven dat dat volgende week allemaal al klaar is. Ik moet natuurlijk gewoon werken nog. En ik doe het allemaal een beetje in de avonduurtjes, maar we gaan het zien hoe ver we komen. En ik hou jullie allemaal op de hoogte. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hopelijk zie ik jullie allemaal weer bij de volgende video. Yo!